Hierachter ziet u de Kodiak. De Kodiak is een gereedschapkist op rupsbanden. Ja, om daarmee de mobiliteit en de contramobiliteit van onze eenheden te kunnen garanderen. Wij zijn uitgenodigd en gevraagd of wij de Kodiak hier wilden demonstreren bij het afbreken van een gebouw. Kodiak is in staat om te dozeren, te graven, te knippen, te knijpen, te boeren, te hameren. De bijbehorende flatracks bij de Kodiak die zijn bedoeld om de gereedschappen mee te kunnen nemen op missieoefening en daar waar ze nodig zijn. Die bestaan uit gereedschappen die je kan oppakken met de Kodiak vanaf de flatrack. Een grondboor, een hydraulische hamer, een hydraulische knijper, een ripper. Daar zit een mijn- en doorbraaksysteem op. Waarbij je dus mijnenvelden kunt doorbreken, waardoor je een pad kan aanleggen, een veilig pad kan aanleggen voor de eenheden die er achterop komen. Defensie heeft 10 Kodiaks aangekocht. 4 stuks voor ieder pantserieniebataljon en 2 voor opleidingsdoeleinden. De bemanning van de Kodiak die bestaat uit een commandant, machinist-chauffeur en een genist. Defensie die zet deze systemen natuurlijk in gebieden waar normaal gesproken civiele voertuigen niet kunnen komen, niet mogen komen of waar het niet verantwoord is om te komen. Omdat je daar toch met een andere dreigingsscenario zit met waar je additioneel bescherming moet hebben. Hij is beschermd tegen bermbommen, tegen mijnen aan de onderkant. Aan de bovenkant beschermd tegen projectielen die van boven afkomen. En hij heeft een nucleair, biologische en chemische bescherming. De Kodiak is belangrijk voor de krijgsmacht, omdat je daarmee de mobiliteit en de inzet van je eigen eenheden beter kunt garanderen. De Kodiak zou je kunnen inzetten voor bij dijkdoorbraak. En daar waar je met civiele voertuigen met deze mogelijkheden niet zou kunnen optreden.